Het beeld dat Koen en Guusje Kaik gezamenlijk hadden gemaakt en in bruikleen was gegeven aan de gemeente Tiel is vorige week in kapel Avezaath vernield. Door bruut geweld is het beeld omvergetrokken. Het kunstwerk is een co-productie van de twee Tielse kunstenaars dat vervaardigd werd in het kader van het 100-jarig bestaan van Van Luyn Natuursteen. Het beeld stelt een mens voor en is vervaardigd uit Belgisch hardsteen. Getuigen hebben gezien dat het beeld is vernield op dinsdagavond 20 september rond 8 uur. Een groep jongeren van rond de 15 jaar is toen gesignaleerd. Guusje Kaik. Dit is een beeld van Koen. Koen is overleden 2 jaar geleden. En we hadden dit beeld samengemaakt, dat is een co-productie. Het eerste echt grote beeld in steen, dat hebben we nog nooit gedaan. En we waren ontzettend trots dat het hier mocht staan op dit plein. En dan wordt het gewoon vernield. Wat voor reden ook, dat weet ik niet, maar dat heeft me heel veel pijn gedaan. Ja. Ik zou die gasten wel eens willen leren kennen die dit gedaan hebben, wat hun beweegreden is geweest. Waarom maak je iets van waarde, wat dus, nou ja, het is eigenlijk weerloos. Het is meer dan een lantaarnpaal, er zit gewoon een verhaal achter. Het is iets wat mensen gemaakt hebben met hun ziel. Dus, als die gasten zich willen melden bij mij, dan wil ik wel eens met hun in gesprek gaan. Als ze zich wel realiseren wat ze hier gedaan hebben. Nou, het verhaal is dat het een hele nauwe samenwerking was. Het was in de eerste instantie was het een beeld wat gemaakt is door het natuursteen van Luyn 100 jaar bestond. En kunstenaars uitnodigde om in hun werkplaatsen een beeld te maken. Met alle faciliteiten, alles wat zij in huis hadden, met al hun kennis, konden we daar een beeld maken. En Koen en ik hadden bedacht, we gaan een mensfiguur maken. Dat hebben we ontworpen. En dan is het niet alleen een ontwerp wat je gaat uitvoeren, maar het is een beeld wat ontstaat in het maakproces. Dus je bent aan het vormen. En steen is een steen wat je van buitenaf bewerkt. Je hebt een blok steen en daar ga je een vorm uithalen. En van lieverlee zie je daar iets ontstaan wat een schoonheid heeft. Waarvan je denkt, dit is goed, dit is mooi. En dat doe je dan samen. En overwegen wanneer stop je, wanneer ga je door en wat doen we nu? En ineens is het klaar, weet je. En dan staat er iets, er is iets geboren. Het is gewoon een kindje geboren, zeg maar. Die parel is weg en volgens mij heeft de buurt, ik heb begrepen dat de buurt het ook heel jammer vindt dat het beeld weg is. Ja, wat nu? Het beeld is aan gruzelementen. Ja, ik weet het niet. Het beeld is gemaakt door Koen en mij en Koen is er niet meer. Dus we kunnen niet zeggen, oké, Koen, kom, we gaan samen weer een nieuw beeld maken. Het beeld wat er nog is aan alle brokstukken, dat kan verlijmd worden. Maar ja, een stenen beeld waarvan je uitgaat van een massa waaruit iets haalt. Daar heb je iets uitgehaald en nu zijn het stukjes, dus die moet je gaan verlijmen. En ik heb begrepen dat het wel zou kunnen, alleen zul je die lijmnaden, dat zul je altijd blijven zien. Dus het zal altijd een geschonden beeld blijven. En ik weet niet of we daarvoor moeten kiezen. Of we hier een beeld neer moeten zetten waarin je ziet dat daar vandalen in gewerkt hebben. Het is geen beeld meer van Koen en mij dan. Hebt u iets gezien op de bewuste dinsdagavond 20 september? Of kunt u meer vertellen over de dader of daders? Neem dan contact op met de politie. 0900 8844. Nogmaals 0900 8844.